Op zaterdag 6 juli 2013 mochten René van Zon, Kevin van Hees en Thomas van Doormaal onder de naam El Mustacho in Woudrichem aantreden voor de voorronde van het Streetball Masters 2013 onder 23 jaar. Streetball Masters is het Nederlands kampioenschap voor straatbasketbal. Dat wordt met 3 tegen 3 gespeeld om zo een snel en leuk spel te creëren. Over het hele land worden 10 voorrondes gehouden en de winnaars daarvan plaatsen zich voor de finale. In 2012 wist El Mustacho de voorronde ongeslagen te winnen. Maar dit jaar was er meer tegenstand en hebben ze het een aantal wedstrijden erg zwaar gehad. Toch wonnen ze uiteindelijk het toernooi ongeslagen en waren daardoor gekwalificeerd voor de halve finale van Streetball Masters, gehouden op zondag 28 juli in Den Haag. Het team was vastberaden om vol voor de winst te gaan. In de voorrondes hadden ze veel tegenstand en was er een goede competitie. Toch wisten ze deze ongeslagen door te komen. De kwartfinale was zeer moeizaam en deze werd pas in de verlenging beslist. Ook in de halve finale was er na een hoop ophef een verlenging die ook weer winnend werd afgesloten. En daar stonden ze dan, ongeslagen in de finale. Ze moesten tegen een heel goed team en de spelers hadden het na een lange dag erg zwaar. Elke keer 15 minuten spelen en meer dan een uur wachten is niet optimaal om te presteren. De tegenstander had hier ook last van, maar die wist er beter mee om te gaan. Uiteindelijk hebben ze de finale terecht verloren en behaalden ze dus de 2e plaats op het Nederlands kampioenschap streetball onder de 23 jaar.